Ik hou zoveel van deze vlag. Oh, hé, hey, vlaggetje. Vlaggetje. Mag ik jou gewoon mee naar huis nemen als souvenir? Hé? Hey? Mag ik jou gewoon mee... Oh, hoi! Hallo! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer, jullie enige en echte Zeepie. In de vorige aflevering hebben wij de Dongo's Cavern verslagen. Of ja, we hebben daar zeg maar, die hebben we helemaal gehaald. En zijn we dus zeg maar, hebben we de King Dodongo verslaan en zijn we Swarm Brothers geworden met Darunia. Wat dat ook betekent, maar goed, we hebben een Spirit of Stone te pakken gekregen. In deze aflevering gaan we dus zeg maar onze nieuwe bombag item van de dungeon die we dus hebben gehad in de vorige aflevering. Dat weten jullie ondertussen wel. Zo niet, waarom kijken jullie deze aflevering eerder dan de andere aflevering? Dat snap ik nog steeds niet. Logica is met een broodje voor gezond verstand. Bommen zijn gevaarlijk. Waarom gooi je het tegen mijn eigen snuffer? Maar goed, wat we dus zeg maar gaan... De timing van deze bom is heel anders dan de bombetues. Dus, of de bombetues, de bomflowers. Waarom heb ik hem nou nog steeds niet? Waarom wees die keer allemaal een bom op? Boom! Dank je. Oké, er zit een Red Ruby. En er zit altijd een glitch bij mij tot die... Oh, dit keer niet. Normaal gesproken, de eerste keer dan grabt hij niet aan tot de ledge, weet ik veel. Dan houdt hij zich eigenlijk daar niet vast, dan klimt hij daar niet. Ik snap ook niet waarom dat wel is. Hier zit de Secret Cave, niet echt veel boeiends te vinden. Volgens mij kon je daar London Milk krijgen, maar daar heb ik geen zin in. Dus, ja, in deze aflevering gaan we dus heel eventjes naar de Great Fairy. Gaan we wat pieces of hearts te pakken krijgen. En krijgen we dus zeg maar een vulkanenuitbarsting. Op het moment dat je Hylian Shield hebt, hoef je je daar geen zorgen over te maken. Je zou kunnen doorlopen... Maar ik raad het eigenlijk af. Je kunt aan de schaduwen zien, zeg maar, tot er heel erg veel stenen op je afkomen. Dus wat ik eigenlijk altijd aanraad is gewoon eventjes lopen. Weer, uppakee. Ik denk dat ik het zo even kan doen. Oké, geen schaduw, geen schaduw, geen schaduw, geen schaduw, geen schaduw. Schaduw! Ook nog een schaduw. Oké. En als je eenmaal bij de wal bent, dan zal de vulkaan niet meer uitbarsten. Dus dan hoef je nergens meer bang voor te zijn. Oké, schaduw weg? Ja. Oh, nog een schaduw. Als het goed is nou de vulkanenverbasting voorbij. Oh boy. Jou moest ik eerst eigenlijk even uitschakelen, maar ik ben een beetje laat. Oh boy. Laat ik even uitschakelen. Ik bedoel, even veiligheid. Veiligheid voor alles. Je wil hier trouwens zeker naar boven toe klimmen. Er zijn hier een paar dingen die je zeker te pakken kan krijgen. Die heel erg handig zijn. Dus, en het is zeg maar een weg naar een piece of heart. Of eigenlijk, als je het goed aanpakt. Ik druk niet op beneden! Je kunt echt merken dat dit gewoon echt voor drie aparte knopjes is gemaakt en niet voor een joystick. In de 3DS-versie hebben ze andere knoppen, dus dan heb je dat probleem niet. Maar ja, vergeet niet, je hebt dus zeg maar de twee joysticks. Ik gebruik dus zeg maar de Wii Classic Controller, de Classic Pro Controller of zo. Van de Wii, niet van de Wii U. En daar heb je dus zeg maar aan de onderkant heb je dan twee van die joysticks zitten en die meer dan gebruiken. Nee, maar jij wil ook absoluut niet praten. Nou, er zijn die twee dingen die we kunnen doen. Daar zit zeg maar de Great Fairy. Die hebben we dus zeg maar, moeten benaderen op het moment dat we daar naar binnen toe gaan. En je hebt daarachter heb je ook nog een cave. Alleen het is daar zo warm dat we daar niet lang kunnen blijven. Blijven we daar te lang, dan krijgen we een instant death en daar hebben we geen zin in. Maar wij hebben op dit moment 7 hardcontainers. 1 hardcontainer is voor, ik geloof, 4 seconden. 4 seconden of 8 seconden? Wat is het nou? 8 seconden denk ik. Ik denk 8 seconden. Ik weet het niet. Maar als je 7 hartjes hebt, dan zou je dit kunnen doen. Dus let op, dit kan gevaarlijk zijn. Hou daar wel rekening mee. Maar je kunt dit wel doen. Dit is de Death Mountain Crater. En het is hier veel te warm om hier eigenlijk rond te hangen. Maar op het moment dat je hier dus zeg maar bent, dan krijgen we hier dus zeg maar een timer. Als ik me niet vergis. Ja, 56 seconden hebben we. Als we hier dus zeg maar richting de lava lopen, kunnen wij hier naar beneden klimmen. En dan kunnen wij hier een piece of heart pakken. Nou, voordat je denkt, maar bij je eigen denkt van ja, maar dan red ik het toch nooit meer op tijd om dus zeg maar naar boven te klimmen. Oh boy. Dan heb ik toch nooit meer de tijd om zeg maar weer op veilige niveau om weer naar boven toe te klimmen. Dit zou dus een instant game over zijn. Nee, dat ga ik jullie laten zien. We hebben nu een piece of heart. Dat is onze 12e piece of heart uit het hoofd. En dat geeft ons dus zeg maar dat we nou 8 hardcontainers hebben. En om heel slim te zijn, spring hier gewoon in de lava. Klinkt misschien heel erg dom, maar spring in de lava. Zo. Dan kom je weer automatisch hier terecht. Kost 1 hartje, dus ja, als je minder dan 1 hartje hebt, dan zou je het niet moeten doen. Timer reset, je neemt maar 1 hartje schade. En je hebt gewoon al een piece of heart te pakken gekregen die je eigenlijk pas heel laat in het spel zou te pakken krijgen. Goed. Dat is eigenlijk een handig trucje om te weten. Dus, nou, oké, we gaan hier naartoe. Oké, dan komen we dus zeg maar uit bij Great Fairy Fountain. Nou, wat we hier moeten doen is, we moeten hier eventjes de ocarina te pakken behalen. En dan moeten we dus zeg maar het deuntje van de Royal Family doen. Oh, kom op. Oh nee, ik haat dit. Nee. Nee! Oh god. Oh. Oh nee, 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 nee. Welcome, baby. I am the great fairy of power. I'm going to grant you a sword technique. Receive it now. Oh. Oh ja, en ze hield je ook gelijk. Jee! Ik hou niks vast, want we hebben de spinaanval geleerd. Hou B ingedrukt en dan zal je je wapen zien opbouwen. Wanneer dat je het loslaat, dan heb je een energie van weet ik veel waters. Maar vergeet niet, je hebt natuurlijk wel... als je het in één keer wil doen, dan moet je ronddraaien met je joystick. En dan moet je dus op B drukken en dan krijg je dus zelf maar een automatische spin. Heel erg handig. When you judge power for a spin attack, magic power will be consumed. Pay attention to your green magic meter. Hey boy, you're a messenger of the royal family, aren't you? Ik heb net het deuntje gespeeld, muts. Next time you're in their neighborhood, you should drop in on a friend of mine who lives by Hyrule Castle. She'll surely grant another new power. When battle has made you weary, please come back to see me. Nooit. Voor de mensen die geen Engels kennen, op het moment dat we dus zeg maar heel erg veel schade op hebben gevat, in plaats van dus een makkelijke ferry, moeten we dus eigenlijk hier weer eerst omhoog klimmen, voordat we... Ja, dag, ik ga hier nooit meer naartoe. Alsjeblieft niet zeg, kippenvel. Bah. Maar goed, we hebben dus nou de spinaanval geleerd. En dat verbruikt magic aanval. Dus als je B ingedrukt houdt, dan zal ik het eventjes laten zien. Dan zie je dus zeg maar een geel streepje. En als ik die dus zeg maar loslaat, dan zie je dus zeg maar dat we magic gebruiken. Op het moment dat we dit doen, verbruikt het absoluut geen magic. Dus dat is zeker handig om te weten. Nou, hier hebben we onze goede vriend Uil weer. Well, it looks like you've grown up a little bit from the Great Fairy's power. Leuk. But you still don't really look like a hero. Who will save Hyrule? At least, not yet. Jij bent alleen maar aan het rondvliegen en aan het zeuren. If you're going back down a mountain, I can lend you a wing. Come here and grab my talents. And hold on tight. Nou, dit willen we zeker doen. En dit heeft een reden, wat ik jullie nu ga laten zien. Dit willen we doen om een Beast of Heart ook weer zeg maar heel vroeg te kunnen krijgen. Volgens mij is dit ook de enige... Volgens mij kun je hem alleen maar krijgen als jongeling. Ik weet niet zeker. Ik moet even nadenken. Ik heb het nooit eigenlijk anders uitgeprobeerd, maar... Doe het gewoon op deze manier. Don't question die andere logica's met een broodje gezond verstand. Dat hebben we niet nodig. Schiet niet op. Zinloos. Waarom kijken jullie zo naar? Niet doen! Oké. Maar we komen dus nu zeg maar terug bij Kakariko Village. En zoals je ziet landen we hier dus zeg maar op een dak. Nou, op dit dak willen we zeker zijn, omdat als we hier naar het hoekje toe gaan... Volgens mij was het hier in het hoekje. Dan hebben we hier een plateautje waar we op kunnen landen. En dan kunnen we dus zeg maar hier een deur door. En dan heb je hier een Piece of Heart zitten naast een koe. Die afgeschermd is door een hekje. Dus je kunt wel dit huis in, maar dan kun je de Piece of Heart inpakken. Maar als je dus zeg maar deze manier doet, vind je de Piece of Heart. Heel erg handig. Yay! Dus, joepie! Goed. Nou, dat is alvast één Piece of Heart die we dus nou out of the way... Hoeveel golden sculptures hebben we op dit moment? Even kijken. 15. Oké, we hebben nog niet genoeg. Ik bedoel, als we de 20 nou zouden hebben gehad, dan kon ik dus zeg maar weer een reward ophalen. Maar we hebben daarna nog niet genoeg voor. Maar we zitten al op 8 health, jongens. Dat is behoorlijk veel op dit punt van het spel. Dus, nou is er nog het een en ander wat we dus zeg maar nou kunnen doen nadat we bommen hebben. En, oh, ik vergeet het weer, hè. Ik vergeet het weer. Ik moet eerst terug naar Goron Mountain. Weet je waar? Ik skip heel eventjes daar naartoe, want dan moet ik weer helemaal naar boven te lopen. In Goron Mountain kunnen we namelijk een bigger bomberg krijgen, dus... ik moet eerst eventjes terug naar onze goede vriend, de Gorons. Dus ik zie jullie in een seconde. Oh, stop, time-out, fietsspel, container, dopjes. Ik weet het allemaal niet. Eventjes hier, ook al is het dag, als je deze steen hier opblaast, dan zie je dus zeg maar dat er daar een Golden Skulltula zit. Nou lijkt het dus zeg maar dat we die Golden Skulltula nog niet kunnen pakken, omdat de Golden Skulltula zeg maar te hoog zit. Maar deze muur is op een of andere vage manier beklimbaar. Dus hier kunnen we dus zeg maar een gratis Golden Skulltula oppakken. Wat heel erg handig is. Wat ik even vergeten te melden. Oké, we zijn hier aangekomen bij de Goron, ja, bij de Gorons weer. En nou zit er op deze verdieping hier, op de eerste verdieping, daar zit dus zeg maar een bordje. En er rent hier de hele tijd zeg maar een Goron voorbij. En die willen we stoppen met een bom. En volgens mij komt dit er nou net aan. Op dat bordje staat het geschreven, dus ik daar ook zeker laten zien. Hallo. Boom. Yes. In één keer. Daar ben ik blij om. Alright, I'll give you this in the praise of your courage. En die geeft ons een grotere bombang. De reden waarom dat hij dat had gedaan, ik zou eigenlijk het bordje eerder willen oplezen, maar hij stond al zo dichtbij, dus ja, ik nam gelijk eventjes... Oh, ik ga wel gelijk uit de weg, want hij rolt gelijk door. Maar hier staat dus zeg maar een bordje, en als je dat... Ik loop nog tegen hem aan. Als je dus zeg maar dat bordje zou lezen, dan staat er dus ook echt... If you can stop my wild rolling, you might get something great. Hot brother Goron. Dus dat is eigenlijk een van de dingen. Maar ik kwam zo perfect al aanlopen, dus ik dacht bij mijn eigen... Laten we het maar gelijk doen. Doe het wel bij het bordje, doe je dat heel erg... Doe je dat op een andere locatie, dan zal die zeggen van... waarom heb je me gestopt en rolt hij gewoon verder. Je moet het echt dicht bij dat bordje in de buurt doen. Maar goed, dan hebben we dus zeg maar 30 bommen die we kunnen dragen. Wat zeker heel erg handig is. Nou, ik loop weer heel eventjes terug. Niet naar Kakariko Village, maar richting Hyrule Castle. En als we daar zijn, dan zie ik jullie daar. Dus tot over een seconde. Nou, oké, nou hier zijn we eindelijk aangekomen bij Hyrule Castle. We zien dat de brug zeg maar dicht is, aangezien dat het nacht is. Maar de zon die gaat nu opkomen. Dus ik hoef het nummer nog niet eens te spelen. 3, 2... 1. Hi. 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 Gaat die brug nog naar beneden? Dank je. Maar in Hyrule Castle hebben we dus zeg maar nou het een en ander te doen wat belangrijk is. Maar ook heel erg duur kan zijn in rupees. Dus mocht je dus zeg maar eventjes wel extra rupees nodig hebben. Doe gewoon de brug. Doe gewoon nog een paar keer de brug. Ik kan echt niet praten vandaag, of wel? De brugtruc, dank je, Nederlands, goed zo. Dus, ja. Maar, ja, die kan ik dus, zeg maar, die kun je dan een paar keer gebruiken om weer extra roepjes te krijgen. En nou hoop ik dat ik er eventjes de 40 roepjes sprong kan doen. Kijk, veel beter. De halfwacht schade, dat maakt me niet zoveel uit. Want, nou wil ik dus zeg maar een minigame doen die zeker heel erg belangrijk is. En ook heel erg rewarding is. Dus sowieso kunnen we weer een piece of heart krijgen. Maar we kunnen daar ook zeg maar een big bombag bij krijgen. Dus zeker heel erg handig. En er waren een paar easter eggs zeg maar in dit spel. Ik weet niet waarom dat heel veel mensen dat denken. Of waarom mensen dat zeiden op dat moment. Maar op het moment dat je hier komt... Dit is zeg maar een minigame. De Bombchu Bowling Alley. En heel veel mensen eigenlijk dachten dat dat R2-D2 was. En ik moet zeggen, hij lijkt er een beetje op. Misschien. Maar, ja. Ik zou niet weten waarom dat de Legend of Zelda zeg maar een Star Wars reference zou gooien. Maar goed, we willen praten met dit vrouwke. En die gaat dus zeg maar de Bombchu Alley regels uitleggen. Snurk. Knipper, knipper. Oh, what? Oh. A customer. Welcome to Warcraft Little Hatch Amusement Center, the Bombchu Bowling Alley. Do you want to know what I can win? Well, it's a secret. I can tell you until you pay to play. Dat is wel eigenlijk heel erg. Stel je voor dat je naar iemand toe gaat van, oh, wil je een prijs winnen? Nou, je moet eerst betalen voordat je eigenlijk weet wat de prijs is en dan tot ze een eurocent geven als prijs of zo, weet ik veel. Maar ja, het is een 30 roepie spel, dus het kan best wel prijzig zijn, maar je wilt het zeker doen. Dus, oké, nou hier gaat ze het uitleggen. Wat we moeten doen is we krijgen bombtjes. Dat zijn rijdende bommen en die moeten we dus zeg maar in de bullseye zien te richten. Nou krijgen we de prijs te zien. Is dit een boeiende prijs? 50 rubies is geen boeiende prijs. Dit is niet de prijs waarvoor dat je wil gaan, maar het geeft mij wel eventjes, zeg maar, de manier om het uit te leggen hoe dat het spel precies gaat. We moeten dus, zeg maar, de bommen, die moeten we dus, zeg maar, leiden in de, ja, in de bullseye daar in het midden. De eerste die zou eigenlijk best makkelijk zijn. En je zult dus, zeg maar, obstakels hebben. Je kunt niet naar voren te lopen. Je moet dus, zeg maar, echt hier staan. En het wordt natuurlijk bij elke stage moeilijker gemaakt. Je hebt 10 bommen. En je hebt 3 stages die je dus, zeg maar, moet clearen. Dus ik vind deze altijd, zeg maar, heel erg irritant. Dus ik ga gewoon het proberen. Een beetje schuin. Ik wil hem schuin hebben. Oké, go. Zo, heb ik hem? Volgens mij wel. Ja, in één keer. Oké. Nou, de eerste en de laatste zullen altijd hetzelfde zijn. Alleen de laatste die is zeker heel erg vervelend vanwege die hele grote kip daar. En die kleine kip die kan ook in één keer zomaar voor je bom gaan zitten. En dan is die kip dus, zeg maar, heel eventjes verlamd. Moeten we dus wachten totdat die kip, zeg maar, weer aan de kant gaat. Dus het is een klein beetje luk, zoals je dus ziet. Net was de weg weer open en nu is hij weer dichtgegooid, wat heel erg vervelend is. Dus hier kun je heel erg snel je rubies op verbrassen. Dus nou maar hopen dat hij zo stil blijft staan. Oh, die staart. Ah, net op het laatste momentje draait hij om. Oh, nou, de prijs is niet belangrijk dit keer. Maar stel je voor dat je dit doet voor een piece of heart of zo. Want we kunnen hier dus, zeg maar, een bigge bombback winnen. Ik haat die kippen. Ik haat de kippen. Ik haat de kippen. We kunnen hier dus, zeg maar, een bigge bombback winnen. Maar dus natuurlijk ook een piece of heart. En dat is... Dat was dom. Ik ga de eerste keer niet halen, of wel? Ik ga de eerste keer niet halen. Ik weet zeker. Dit spel is going to jinx me. Oké, staart weg. Oh, ik ga hem halen. Oké, nevermind. Ik heb niks gezegd. Yay, winner! Winner, winner, chicken dinner! Oké, we krijgen 50 groepies. Yay! Nadat jullie het concept hebben gehad, maak ik er even een katmontage van wanneer dat we de prijzen winnen. Dus, zeg maar, die we nodig hebben. Yay! 50 rubies. Ja, ik wil nog een keer spelen. Wat kunnen we dit keer winnen? Bombchu's, die wil ik niet! Oh, ik ben zo terug. Joepie, ik heb het nog gewonnen ook. Ik probeerde het nog niet eens. Yay, ik heb bombchu's. Oké, we kunnen nu winnen. Hé, eindelijk een piece of freaking fart. Ja, jullie zaten te wachten wanneer... Sst. Jullie zaten te wachten wanneer dat die grap eindelijk een keer zou komen. Maar nu kunnen we dus eindelijk een piece of fart vinden. Dus, of winnen. Niet vinden, maar winnen. Dus, nou maar hopen dat ik dit niet echt veel ga opscrewen. En dat ik deze gewoon ook netjes ga winnen. Daar ga ik wel van uit. Dus, laten we het maar hopen. Ja, volgens mij gaat deze ook goed. Ja, hij gaat goed. Oké, in het midden gaan staan. Ik knip dit er nog niet eens uit, aangezien dat dit best wel eigenlijk een belangrijke is. Oké, ik heb 7 bommen voor het midden, dus ik ga het er gewoon op wagen. Oh, Kip gaat de kant! Oké, wat ik nou dus, zeg maar, doe is een hele slimme tactiek om dus, zeg maar... Ja? Kijk, die tactiek die werkt bijna altijd. Op het moment dat je heel eventjes wacht als de kip daar bevroren is, dan een bom te gaan gooien net voordat de kip weer gaat bewegen. Dan heb je in 9 van de 10 keer de kans, zeg maar, tot het daarin gaat komen. Dus helemaal geweldig. We hebben een piece of heart. Yay! Bommen. Die bommen kunnen we niks bommen. Hier met je bommen. Ik blaas heel deze tent op. Die bommen kunnen we niet bommen. Dat verdient een bommetje. Hier, ik blaas gewoon heel de tent op. Oh, ik heb nog een keer hem raken ook. Ik deed nog niet eens moeite. Oké, nog een keer. Big bomback, dank je. Ik bedoel, ik had volledig 100% al 30 bommen. Dus waarom zou ik dan eigenlijk voor 30 bommen willen spelen? Je verbrast mijn geld, mens. Oké, nou, ik wil echt klaar zijn met dit spel. Ik bedoel, niet met dit spel, maar met deze minigame. Oh, dan moeten we het de andere kant op doen. Oké, nou, volgens mij sta ik goed. Nee, ik sta niet scheef genoeg. Ik moet meer naar Scheveningen. Om de juiste weg te vinden. Dus kan ik nou naar Scheveningen? Is dit scheef genoeg? Oh, Kip, ga aan de kant. Ik haat jou. Nou ja, hij was toch niet scheef genoeg, dus... ik weet niet, met rechts heb ik altijd een beetje meer problemen om goed te mikken. Oké, ik ga het gewoon zo proberen. Kip, ga aan de kant. Nee, dat is weer veel te rechts. Of niet? Nee, is veel te rechts. En je kunt er wel, zeg maar, helemaal in de hoekje gaan staan, maar die bocht die je daar dan net hebt, die gaat je dan echt overscrewen. Dus daar wil je echt voor uitkijken. Oké, nou, ik heb... Ik doe mijn best hier, jongens. Echt waar. Ik wil niet zoveel rubies verbrassen tot ik die... Ik wil die bombek nu winnen. Oh, dit is zo lastig. Ik haat die rechter. Oh, ik haat die rechter zo erg. Oké, hopelijk is dit goed. Volgens mij wel. Kip aan de... Nee, is niet goed. Is niet goed. Nou, misschien als ik dan hier ga staan. En een beetje schuin doe. Ik heb nog maar 5 bommen. Oh, laat me deze alsjeblieft nou niet verkrassen. Nee, dat is weer te scherp. Oh. Iets. Oh, dit is zo moeilijk. Oh, nee, dat is volgens mij net te scheef. Zo dan. Oké, niks doen. Kom op, speel! Ik heb weer ruzie mee. Deze is goed, deze is goed, deze is goed. Kip! Kip! Waarom? Bommerage! Dood je de... En ik sta nog niet eens goed op. Bombag. Geef. Nu. Oh, dit is voor eeuwig. Oké, ik wil geen bommen verpesten. Oké, ga niet recht zitten. 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 Concentratie, jongens. De spanning. Kip gaat aan de kant. Vanavond eten kippensoep. Ik haat de kip. Ik haat hem. Ik haat hem. Oh, nee, dat wil ik niet doen. Zo, dat knopje activeert een bom. Oh. Ik wil dit niet meer. Oh, heb ik hem? Oké, ik heb 5 kansen. Oké. I can do this. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, weg. Ah! Kalm. Kip. Oké, ik ga hem gooien. Jij gaat aan de kant. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Blijf staan. Au! Ga weg, ga weg, ga weg. Ga weg! Ja! Ik sta niet goed! Wat? 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 Oh, ik heb nog maar 1 kant. Nee! En ik heb geen roepies meer. Love me. Ik heb magie. Hier, nu wel hè. Tuurlijk, nu dat het niet een bomberk is. Bombag wil ik nu. I have 7 shots. Ik moet dit doen. Gelijk goed staan. Yes! Ah! Eindelijk, ik ben klaar met dit rotspel. Oh, dit is de reden waarom dat de aflevering van maandag zo laat was. Dit hier. Oh. Ja. Ik ben blij. Nee. Ze mogen die rubies in hun neusgat houden. Het interesseert me niet meer. Ik wil dit spel niet meer. Ja, dit spel. Dit is mijn minst favoriete minigame in dit spel. Oh, ik haat dit zo erg. Oké, nou laten we eens eventjes zorgen dat we even het geld hebben teruggegeven aan meneertje Doodle hier. Oh, great! You sold it. Please play me. Hi, Mario. Please, pay me back 20 rubies for the skull mask now. Payment is received. Oké, dus nou kunnen we zeg maar de spooky mask, of eigenlijk is het de Red mask, die kunnen we nou eigenlijk dus zeg maar gaan verkopen aan een of andere gast. Wil ik zeker gaan doen, maar nog niet op dit moment. You borrowed the spooky mask, wear it with sin, show it off, and you can scary many people with this. Helemaal geweldig. Nou, nadat we dat gedaan hebben, wil ik eerst heel eventjes terug langs Hyrule Castle, omdat de eerste grote vee die we dus zeg maar net hebben gezien in het begin van deze aflevering, die zei dus zeg maar dat er hier ook nog een Great Fairy ergens in de buurt zou wonen. Dus daar wil ik ook heel eventjes nou naartoe, nadat we daar dus zeg maar in de buurt bij zijn. Ik bedoel, het is niet echt alleen die minigame die ik wil gaan doen, dus Oké, nou, zoals je daarachter dus zeg maar ziet, zie je daar een steen liggen met een bordje ervoor. Daar konden we in het begin helemaal niks mee. We konden misschien een vlaggetje van dat bordje maken, maar dead end. Geloof je het zelf? Ik haat dat soort leugens, dus hier voor een vlaggetje. Ik vind het leuk om die bordjes in een vlaggetje te veranderen. Oké, nou, als we dus zeg maar hier terechtkomen, dan kunnen we dus zeg maar deze steen opblazen. En er zit erachter een doorgang, net zoals hoe dat we de Kokiri Sword hebben gevonden. Als we hierin gaan, dan komen we dus zeg maar weer bij een Great Fairy Fountain. En deze die is op zich best wel handig, alleen ik vind nog steeds enge veeën. Eng, heel gewoon eng. Ik bedoel, Navi is irritant en deze zijn eng. Ik weet niet, wat is het met veeën in dit spel? Ze zijn allemaal eng. Of irritant. Of eng en irritant. Young Waker of the Wind. Oh nee, wacht even, dat was de Windweker. Sorry. Get on with it. Ik weet het, het is in 3D. Nee, niet weer. Welkom, Zeepie. I am the Great Fairy of Magic. I will give you a magic spell. Please take it. Oh god. Nee, sorry. Ik zal die grap niet nog een keer doen. Jee, en we zijn gelijk geheeld. We hebben Dinsfire, een vuurbal die dus zeg maar een behoorlijke goede aanvalskracht kan hebben op het moment dat je in een moeilijke situatie zit. Maar nog handiger is het kantoortjes aansteken. Wat misschien ook net gaat zeggen. You can use Dinsfire not only to attack, but also to burn things. Yeah. When battle is made wary, please come back. Nee. Oké, dus dat hebben we nou eindelijk ook out of the way. Maar er is nog één klein dingetje die ik out of the way wil hebben. Voordat ik dus zeg maar deze aflevering af ga sluiten. Het is een kleine walk in the park. We moeten richting Lake Hylia. Dus daar wil ik me eigenlijk eventjes naartoe lopen. Dus, laten we wel eventjes gezien worden door de guide. Hallo. Hey, you kid over there. Stop. Goh, heb je me gezien? Oh, wat knap. En je wordt gewoon naar buiten gesmeten. Goed, ik zie jullie op de locatie waar dat ik eventjes jullie mee naartoe wil nemen. En ik zie jullie in een seconde. Oké, hier eindelijk aangekomen te zijn bij de ingang van Lake Hylia. Dat is dus zeg maar hier tussen de twee hekjes waar we willen zijn. Daar staat Cable. Jij gaat niet tegen mij praten. Ik heb er echt zo geen zin in. Hier tussen deze hekjes in, daar zit dus zeg maar een secret to everybody die je alleen maar zou kunnen weten op het moment dat je de Stone of Agony hebt. De eerste keer dat ik deze secret vond was toen ik dit op de Gamecube speelde, omdat ik had geen Rumble Pack op mijn Nintendo 64. Hier heb je die secret zitten. Nee! 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 Waarom druk ik op ja? Je zegt die bijna hetzelfde als die andere plek. Hou gewoon je kop, stomme afgekeurde Pokémon. Je wil nog naar beneden toe. Deze aflevering is alleen maar ellende. Goed, hier vinden we dus zeg maar een verkopertje. Eén keer een dekkenut schieten en hij is zo van... Oh, Alright, you win. In return for sparing me, I will sell you a piece of heart. One piece, 10 rubies it is. Bedoel je geen piece of heart? That's what I said, a piece of heart. Just give me, let's make it 10 rubies, serieus voor een piece of heart. Ach ja, we hebben er weer eentje te pakken gekregen, dus we hebben er weer 3. Dus zitten we al op 15 geloof ik op dit moment. Wat zeker heel erg goed is. Nou wil ik deze aflevering heel eventjes afsluiten door... oh, hij geeft nog zelfs 3. Oké, het was maar voor 7. Ook goed. Nou wil ik deze aflevering afsluiten door ook nog heel eventjes naar de locatie te gaan... waar dat deze masker die we dus nu hebben ook verkocht kan worden. En dat brengt ons eigenlijk naar Kakariko Village. Dus ik zie jullie in een seconde. Ik zat even vast in de ik weet ook niet waarom. Daar is Ka. Rust in vrede. Oké, nou eindelijk aangekomen bij Kakariko Village. Sorry voor die Jungle Book reference. Ik weet ook niet waarom ik daar in één keer kwam. Omdat ik het over elkaar had, denk ik. Of zo. Weet ik veel. Maar goed, we zitten nog in de dagtijd. Dus het is alleen maar gunstig. Dus wat we nou willen doen is... we willen dus het spooky masker opdoen. En we willen met deze andere Gardenegeintje natuurlijk. Ik vraag me eigenlijk af als we nou naar die de Keaton Mask, de Pikachu masker. Als we met hem praten met dit masker op. Ik bedoel, het masker ziet... ja... lijkt een beetje op de masker van de Mask. Voor de mensen die die film hebben gezien van Jim Carrey. Alleen die is een beetje meer groenig. Wil je de masker groen zou maken of zo? Hallo, ik ben een Reedad. Wat heb jij te zeggen eigenlijk als je tegen praat? Ja! Whoops, I shouldn't scream like that. Oh, the boss will yell at me. Ja, scream niet zo, man. Het is maar een masker. Ik bedoel, maskers zullen toch nooit kwaad kunnen doen? Of wel dan? Heb je ooit een masker gezien met zoveel evil er... ja, oké. Die snappen allemaal. Goed, ik ben eventjes gewoon nieuwsgierig wat deze guide gaat zeggen op het moment dat ik weer een masker vast heb. Dus even kijken. Hi. Wow, how is business, Mr. Hero? Zeg je dat gewoon standaard? My boy will be... nee, dat zeg je niet standaard. Gewoon house business. Oké, nee, maakt niet uit. Goed, in ieder geval, we willen dus in Kakariko Village zijn om dit masker dus zeg maar te gaan verkopen. De gast waar we het aan willen verkopen is niet echt een gast of een doodle of een vent. Het is een klein jongetje. Dat altijd vroeg, of altijd antwoorden als men vroeg wat wil je laten worden. Steeds maar antwoorden, ik wil begraver worden. Vent is gek. Kindgek. Ik bedoel, serieus. Wie wil nou graag mensen begraven? Creepy. Ik zelf... respect voor de mensen die het doen hoor, absoluut. Maar ik bedoel, wie zou dat nou willen? In ieder geval, je hebt hier dus een kind rondlopen met een stokje. Die doet Dampé na overdag. En als je dus zeg maar dit masker opzet... yeah, it's Dampé the Gravekeeper. Huh? Oh, it's just a mask. I get a different kind of fright from that mask than I guess from Dampé. Will you give that mask to me? Nou, vooruit dan. Is 30 rupees. With this mask, I'll be just like Dampé. Here's my money. Take it. You sold the 30 ruby mask to a kid for the full price, and he didn't mind paying it all. Let's go back to the mask shop to pay 30 rubies for the mask. You can get the new mask model too. Dus ja, dat is eigenlijk waar je hem aan wil verkopen. Je verliest er niks mee, je krijgt er ook geen winst mee. Dus ja, daar verkoop je dus zeg maar het derde masker. Maar met dat denk ik dat ik het echt ga laten bij deze aflevering. Omdat we in de volgende aflevering eindelijk naar het volgende gebied toe gaan. Dus we hebben heel veel sidequests out of the way gehad. We hebben heel veel pieces of hearts. We hebben heel veel upgrades te pakken gekregen. Dus morgen gaan we eindelijk verder met de storyline. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter voor deze video als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen te zien. En ik hoop dat jullie deze aflevering ook leuk vonden. Ondanks dat het veel geknipt was. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!